We are the champions. Van Elburg een open hulpverleningsdag. De opening zal spectaculair zijn. Nou, om zo uit zo'n brandweerkazerne te komen. Ah, fantastisch. Aardige van zo'n brandweerwagen is natuurlijk dat je een hele hoge positie hebt. Hè? Je hebt een heel mooi overzicht over het werk, over de mensen. Dus er zit een stevige motor in hoor, in zo'n brandweerwagen. Dat wist ik wel, maar dan hoor je hem ook even ronken. Eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid in de gemeente blijft bij de burgemeester. Maar het is wel zo dat de brandweer inmiddels op afstand is gezet, zoals we het noemen. Het is niet meer alleen gemeentebrandweer. Het is de brandweer van de gezamenlijke 22 gemeenten in Noordoost-Gelderland die gezamenlijk een brandweerkorps hebben. Wat vindt u van zo'n open dag vandaag? Ah, dit vind ik fantastisch. Toen ik hier kwam als burgemeester was er wel eens wat moeite in de samenwerking tussen diverse hulpdiensten. En laatste jaar loopt dat zo fantastisch. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Als er nood is, als er echt een urgente noodsituatie is, zoals onlangs Oosterwolde, dan moeten mensen elkaar enorm snel kunnen vinden van diverse disciplines. En in goede verhoudingen met elkaar kunnen samenwerken. En dat kan echt op het ogenblik. En dat etaleren ze ook vandaag weer. Heel veel vrijwilligers in touw om heel veel mensen een mooie dag te bezorgen. En iedereen doet mee. Van de wensambulance tot de gewone ambulance, dienst, politie, brandweer. Is zelfs een groep uit Duitsland, begrijp ik? Er is een groep uit Hazelun, onze partnerstad in Duitsland is inderdaad aanwezig. En die leveren ook een kleine bijdrage, ja. Vooral de jeugd genoot van deze dag. Brandweerman of vrouw spelen kunnen ze hier met echte materialen doen. Brand op sporen in een donkere en rokerige ruimte met perslucht bijvoorbeeld. Wil je ademen? Ja. Oké. Okay. Nou, doen we de helm op. Zo. Nou, kom maar. Schakelen van de telefoon. Ga maar op zoek naar de brand. Uit de deur. Ja, de deur open. Hoor je wat? Hoor je wat? Ja. Nou, daar moet je naartoe. Kijk eens, hier is de brand. Goed gevonden hoor. Ja, zo. Gaat dat goed, jongen? Prima, hè? Yes. Wat is het nou om daar binnen te zijn? Nou, best spannend en leuk. Ja? Vond je een beetje eng? Ja, straks kun je niet meer ademen en dan... Ja, je moest ademen met een zuurstoffles, hè? Ja. Hoe ging dat? Dat wil je mond ademen. Is het wennen? Ja, wel een beetje. Ja. Ik voel me niet helemaal lekker. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Nee, hè? Ja, ik heb een klein ongelukje gehad. En. Ik wacht op de hulpverlening. Natuurlijk wordt er ook getoond hoe de diverse hulpdiensten te werk gaan na een ongeval. Zij zullen straks in de brandweer gaan kijken van hoe de bevrijding zal plaatsvinden. Brandweer en ambulance moeten hierbij goed samenwerken. Ze zullen overleg hebben over de manier van bevrijding. Waarom organiseren we de open dag? Om het publiek kennis te laten maken met het vak hulpverlener. In Elburg hebben we politie, brandweer, ambulance. Doen allemaal heel belangrijk werk.
En voor veel mensen, als er wat gebeurt, staan ze op afstand. En vandaag kunnen ze dichtbij meemaken, proeven, voelen hoe het is om bij een hulpverleningsdienst te zijn. Er zijn voldoende brandweermannen. Momenteel heeft Korps Elburg 31 brandweermannen. 1 vrouw trouwens. En we zijn nu op zoek naar 4, maximaal 4 nieuwe leden. Omdat door natuurlijk verloop nemen de mensen afscheid binnen nu en een 5, 6 jaar. En om dat voor te zijn, zijn we nu al aan het werven naar nieuwe kandidaten. Om brandweerman of vrouw te zijn, moet je een echte teamspeler zijn. Het brandweerwerk doe je niet alleen, doe je altijd in een team. Incidenten bestrijden altijd met minimaal 2 personen in een team. En met een brandweerauto met 6 mensen erin. En dus met die 6 mensen moet je blindelings kunnen vertrouwen. Je moet weten wat je aan elkaar hebt. Dus daarom is een van de belangrijkste items teamspeler. Maar het totale korps drukt ongeveer 200 keer per jaar uit. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is wel eens voorgekomen of het gaat nog voorkomen. Van het kat in de boom tot een brand in een woning. Een ongeval, een auto tegen de boom. We are the champions. ASK is een van onze goede samenwerkingspartners. Vooral bij de natuurbranden zijn zij gespecialiseerd. En wij maken graag gebruik van hun kennis en ervaring. En rukken op dat terrein samen uit. Maar bij de brandweer denk je allereerst aan branden plussen. En dat vinden de jonge brandweerlieden prachtig. Op zich is het niet moeilijk. Als het, de wateropbouw eenmaal gedaan is, zeg maar, dan staan wij klaar om te blussen. Bij lage druk, zoals hier achter, geven we 5 bar weg. Nou, goed, als je dan een half uur of 3 kwartier daarmee staat, dan kun je het op een gegeven moment wel in de armen vernemen. Ja, en dan als er voldoende personeel is, kunnen we altijd wisselen als we een grote brand hebben. Nee, ik heb hier straks wat kinderen. Ik zie een hele grote schaar. Nou, hier geven we een demonstratie weg met redgereedschap. Dus we kunnen de kinderen of de grote mensen ook kunnen ze ervaren wat nou voor krachten vrijkomen bij redgereedschap. En als je hier bij het redgereedschap komt, 720 bar druk met hydrauliekdruk komt er vrij. Dus best wel heftig. Okay. Hoe vond je dat nou? Heel erg leuk. Ja? Ja. Voelde je ook iets speciaals toen hij door de fiets heen ging? Was het... Een beetje trillerig. Een beetje trillen? Ja. Zou je later wel brandweerman willen worden? Ja. Jawel, hè? Ja. Dan zit je in een echte politieauto, of niet? Hoe is dat? Leuk. Is dat leuk? Zou je wel bij de politie willen? Ja. Jawel, hè? Nou, de wensambulance die mensen in een laatste terminale fase en die hebben nog een wens, die willen nog naar het strand, die willen naar het ouderlijk huis, naar een bruiloft, zelfs een begrafenis, daarvoor zorgen wij de laatste wens voor. Geweldig goed, er zijn heel veel acties bezig, met name de Mont Ventoux is voor ons bezig, hulptroepen FM heeft een gigantisch mooi bedrag voor ons bij elkaar gesprokkeld en op dit moment doen we het hartstikke goed, zeg maar. Afgelopen week waren we exact een jaar operationeel bezig. En als je ziet dat we gemiddeld afgelopen week zo'n 4 à 5 wensen moeten vervullen, dan staat de auto eigenlijk zelden weer bij huis. Voor een ritje in zo'n grote brandweerauto moet je wel even in de rij staan. Een nieuw toeteren, een andere toeteren. Ik ben Frank van Attem, ik ben bestuurslid van de EHBO Doornspijk Elburg. We staan hier vandaag om onze cursussen EHBO en reanimatie
onder de aandacht te brengen van de burger en eventuele bedrijven die interesse hebben. Hij heeft heel veel pijn aan zijn duim en aan zijn hand. Hij is zo gevallen. Hé jongen? Hij was zo gevallen. Dus dan gaan we hem even een drukverbandje gaan we eromheen doen. Nou, en dan zit het zometeen weer helemaal goed. Dan krijgt hij zometeen nog een Mitella. We zijn een landelijke stichting, dus we hebben in het land overal mensen zitten. En we hebben hier een heel fijne vrijwilligers die landelijk op onze landelijke collecteweek hier in Elburg en in de omgeving de collecte helpen organiseren. Dus we proberen hier ook weer vrijwilligers te krijgen die willen collecteren. Maar we doen ook veel aan preventie. Vandaar dat wij ook rookmelders eventueel verkopen. Rookmelders die 10 jaar meegaan. Omdat het belangrijk is dat mensen allemaal rookmelders thuis hebben opgehangen. Er zijn 20 woningbranden per dag. Dus vandaar dat die rookmelders heel erg belangrijk zijn. En daarnaast zijn er heel veel kleine kinderen die door hete vloeistoffen, hete theeverbranding, ernstige brandwonden oplopen. En daar geven wij dus eerste hulppasjes. Dat mensen in ieder geval weten wat ze moeten doen als er een brandwondje is. Dus dat ze onmiddellijk kunnen handelen. Eerst water, lauw water, 10 minuten koelen, kleding laten zitten. Dat is het allerbelangrijkste. Hoi. Het mooie van vandaag is dat het georganiseerd wordt door het hele korps. Al onze 30 mensen hebben een rol bij de voorbereidingen gehad. En vandaag ook weer. Dus ik ben er heel dankbaar voor dat al die jongens op hun vrije zaterdag de handen uit de mouwen steken. En samen met de collega-hulpdiensten een fantastische dag van maken voor jong en oud. Alle mensen die vermaken zich vandaag. We are the champions.